Ja, lieven zei juist, we zijn samen in Tanzania geweest. Je hebt daar een aantal van onze projecten kunnen zien. Zo, het is nu een jaar, meer dan een jaar geleden. Wat blijft je vooral bij? Wat blijft mij bij, Pierre? Ik was zeer bezorgd dat nu die coronatoestand al dat engagement dat zo traag en voorzichtig en klein en bottom-up is opgebouwd over vele jaren, dat dat onder grote druk zou staan door heel die wereldwijde pandemie. Dat is eigenlijk iets, nog altijd ben ik daar zeer bezorgd over. Ja, want ik ben zelf zeer bezorgd over de wereld hier, hè. Hoe dat allemaal gaat aflopen, wat de sociale en psychiatrische gevolgen gaan zijn van heel dit gedoe. Ik ben daar heel bezorgd over, maatschappelijk. En zeker over de derde wereldlanden, hoe dat gaat zijn. Ik denk dat dat een uitdaging is om daar extra op te waken. Zo kijk ik daar naar terug. Het is nu wat zorgwekkend allemaal. Maar eigenlijk, ik had daar in het begin al, toen ik Erika vliegen zag, helemaal in het begin, zei Erika kent Afrika heel goed. Hè, en dan zei ik van, ja, hier zal dat wel gaan, maar wat moeten ze kinderen gaan doen? En zij zei dan, en dat bleek ook juist te zijn, ja, maar kinderen, de bevolking is veel jonger enzovoort, dus dat gaat misschien wel meevallen. Tot hiertoe valt dat in Afrika nogal mee. Maar toch, ik ben toch heel bezorgd over ook gewoon de Noord-Zuid-transfer, de ontwikkelingshulp in het algemeen. Hè, dat ik vrees dat dat allemaal onder grote druk komt te staan. Allee, ik weet dat ook dat dat nu al zo is, hè, dat de hulp veel minder evident wordt. Dat er een terugplooien is op een soort ikkig zelf. Je ziet dat al binnen Europa enzovoort. Dus dat is mijn zorg, dat is mijn zorg. Maar goed, we moeten hier vandaag ook een beetje hoopvol en positief proberen zijn. Hè? Maar ziet jij ook hier dat corona toch op een ander niveau de zwakkere treft? Natuurlijk. Ja. Maar natuurlijk. Ja. Wij zien het ook in onze projecten. Dus in onze projecten zie je dat het heel veel van onze ouders leven niet meer een wedden, die hebben geen wedden, dus die leven van kleine overlevingstechnieken. Ja. Transport is stilgevallen op veel plaatsen. Ze geraken met een kind nog moeilijker aan naar het ziekenhuis. Juist. In het ziekenhuis zijn de wachtlijsten nog groter. Er zijn een aantal van onze projecten die eigenlijk wat met de medische hulp gestopt zijn en nu voedselpakketten ronddelen, omdat de kinderen die ze gered hebben aan het verhongeren zijn. Pure honger. Ja, dat is de vrees die ik had en die je nu wat bevestigt, blijkbaar. Ja. Maar dat toont, en dat was ook mijn indruk vorig jaar, hoe broos dat allemaal wel is. Maar ik was gisteren op een... Ik word overal opgevoerd, maar goed. Gisteren was ik op een studiedag waar een boekvoorstelling was. En dat boek, dat had als titel Volharden in de broosheid. En dat vond ik een hele mooie titel die ook van toepassing is voor dit gegeven. Hè? Volharden in de broosheid. Dat is eigenlijk, denk ik, de essentie van de zorg ook. Hè? Wetende dat dat niet evident is, dat dat altijd weer terug onder druk komt te staan. Dat is de geschiedenis van de mensheid. Hè? Maar u daar niet door laten in de hoek drukken. Ik denk dat je een van de mensen bent die bijna een soort engagement zoekt als het moeilijk gaat. Hè? Maar goed, er zijn grenzen aan alles natuurlijk. Hè? Maar hè, dus volharden in de broosheid, dat is ondanks de omstandigheden toch blijven zoeken naar mogelijkheden om de mensen die uit de boot dreigen te vallen of eruit gevallen zijn, om die te verbinden. Dat vond ik een mooie titel eigenlijk. Ja. Dus ook hier, hè. Ja, wij hebben een van onze slogans misschien, is beginning at the end of the chain. Beginnen daar waar het kind is en niet beginnen bij de minister of bij de ziekenhuisdirecteur of bij de professor. Maar eigenlijk beginnen aan het bed
van degene die ziek is. Daar moet eigenlijk... Ja, beginnen, maar ja, dat is juist. Maar zo naïef zijt je ook niet. Hè? Ik heb gezien in Tanzania dat we daar ook een hele rijke mens hebben ontmoet die donaties kon doen. Dat er connecties waren met ziekenhuisdirecties en mensen met politieke invloed. Dus het is een en-en verhaal altijd. Ja. Hè? Ik refereer altijd naar de filosofie van Levinas. Hè? En die zegt, er moeten systemen zijn, structuren zijn. Hè? Die zijn nodig. Bijvoorbeeld bij ons, de structuur van de sociale zekerheid. Dat is heel erg nodig. Hè? Want anders dan komen we tot een soort... ruw systeem waarbij dat er dan maar hulp moet zijn van goodwill, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. De bedoeling is van een goede structuur te kunnen maken, maar, zegt Levinas, en ik beaam dat, die structuren schieten altijd tekort, per definitie. De structuren zijn naakte raamwerken die moeten ingevuld worden door menselijke warmte. Hè? En dus ook hier, hè, dus ergens de structuren proberen het geld en de projecten proberen op te zetten, maar daar dan gedragen worden door mensen, ervaringsdeskundigen, mensen die familiebetrokkenen, die rechtstreeks in de cultuur ook betrokken zijn, vond ik erg belangrijk, omdat ik nogal kritisch durf zijn over de klassieke koloniserende hulpverlening van vroeger, hè, waarbij dat mensen afhankelijk worden gehouden en waarbij dat het op lange termijn eigenlijk de problematiek eigenlijk nog bevestigt. Dus ik heb gezien dat jullie projecten heel erg de mensen zelf betrekken, wat ook goed loopt. Hè. Het zwakke punt zijn de artsen, vind ik. Hè. We hebben daar ook over geschreven, hoe dat artsen die ja, heel complexe chirurgische ingrepen kunnen doen, toch gemakkelijk verleid worden, en begrijpelijk ook, hè, om naar Zuid-Afrika of naar de Verenigde Staten te gaan, om daar ja, carrières te kunnen maken. Maar dan het is een soort brain drain. Hè, dat is een groot probleem. Dat is een groot probleem. Dat heeft ook te maken met het onderbetalen van de artsen daar. Natuurlijk. Ja, dus als jij arts bent geworden in Afrika, dan heeft een hele gemeenschap daaraan meebetaald. Hè. Het dorp, heel de familie heeft daaraan meebetaald. En dat moet gewoon terugbetaald worden. Dat is een investering van het hele dorp. Ja. En zij kunnen, heel veel van de artsen in Afrika, kunnen hun eigen kind niet laten studeren. Dus hetgeen dat je zelf hebt gekregen, dat is toch het minste dat je wilt geven aan je eigen kinderen. Dus dat is een groot probleem. En een van de dingen, en ik ben blij dat je het hebt over die structuren, wij hebben bij elk project dat wij hebben met ChildLab, hebben wij ook oudergroepen ondersteund. Ik ben zelf een ouder, zoals gezegd. Zoals je weet, wij hebben eigenlijk in België de gecoördineerde zorg ook vanuit de oudergroep gerealiseerd. Dus wij zijn daarvoor blijven aan hameren. En daarom hebben wij alle projecten die wij hebben, hebben wij ook oudergroepen ondersteund, en ze ondersteunen wie die nog, die eigenlijk dan bij de overheid, bij hun eigen overheid gaan lobbyen voor terugbetaling. En in Tanzania en in Kenia is er nu een beginnende verzekeringssysteem op gang die ook spina bifida en hydrocephalus terugbetaalt. En pas als dat terugbetaald is, kunnen artsen ook verdienen. In Kinshasa is dat er niet bijvoorbeeld, maar in Kinshasa is er een arts die vraagt om een shunt te plaatsen, en dat is een operatie die duurt een half uur, €2.000. €2.000. Ja, wie kan dat betalen? Dat kan niemand betalen natuurlijk. Dat kan niemand betalen. En degene die het kan betalen, die neemt een vliegtuig en die gaat naar een ander land en laat het daar gebeuren. Dus dat is inderdaad de situatie waar we... Als je dat nu zo vertelt, maak ik graag, ik heb dat verschillende keren gedaan, in mijn stukjes ook, hè, de analogie met de wereld hier. Hè. Want op het eerste zicht lijkt die wereld in Afrika, dat is armoede en dat is dit en dat, en hier is het goed enzovoort, dat heeft niks met elkaar te maken. Absoluut niet. Hè. Ik vind dat artsen hier, allez, dat is echt waar, worden ook door de gemeenschap betaald. Hè. Zij worden door de gemeenschap opgeleid. Als ik aan de universiteit kon studeren, is dat omdat onze maatschappij dat mogelijk maakt en dat wij met een redelijk bedrag van inschrijvingsgeld zeer complexe en dure studies kunnen doen. Dat is hier ook. Hè? Dat valt zo niet op, maar dat is ook zo. Dus ik vind het ook een soort plicht als arts om ook iets terug te doen voor de gemeenschap. Dat is evident, maar sommigen lijken dat ook wel een beetje te vergeten. Hè? Dat is hier ook. Wij werken ook, heel het sociale zekerheidssysteem, wij werken met gemeenschapsgeld. Hè? Wat wij verdienen is vooral belastinggeld dat wij verdienen. Dus
op het eerste zicht is dat totaal iets anders, maar eigenlijk is dat hetzelfde. Ik vind het altijd interessant om in die andere cultuur dan te leren wat we hier ook belangrijk moeten vinden. Zo, enfin, het is maar een bedenking daarbij. Wat mij vooral treft is, ons eigen verhaal, dat is 40 jaar geleden, meer dan 40 jaar geleden. Het heeft ons 3 maanden geduurd om te weten dat er een behandeling mogelijk was, omdat de arts zei van ja, de kwaliteit van het leven van dat kind is niet de moeite, we gaan daar niet opereren, dat kind zal sterven. En eigenlijk is dit verhaal dat wij 40 jaar geleden meemaken nog altijd het verhaal van 80% van die 1 miljoen nieuwe gevallen per jaar. Hè? Ik denk dat 80% in het noorden worden de meeste van deze kinderen prenataal geëlimineerd. Maar in het zuiden worden ze geboren. En door de omstandigheden van het zuiden, bijvoorbeeld €2000 voor een operatie, is de toegang tot de bestaande gezondheidszorg voor de meeste grote meerderheid niet daar. En daardoor worden deze kinderen veel te laat geopereerd. En de schilderijen gaan daarover. De schilderijen zijn eigenlijk allemaal schilderijen van kinderen die eigenlijk niet geopereerd zijn. Er is eentje dat geopereerd is, en dat staat aan het begin van de tentoonstelling. En je ziet dat dat kind te laat geopereerd is. Dat kind had al zo'n hoofd. Men opereert het dan, dat is een buisje implanten. Daardoor collapst eigenlijk heel dat hoofdje en dan krijg je een soort grote groot hier. En dan moet dat hopelijk teruggroeien. Maar wat wij hebben meegemaakt, is eigenlijk geen dan nog altijd de grote meerderheid van de kinderen meemaken. En om het dan terug naar COVID te hebben, natuurlijk is het een zeer beangstigend probleem. Hè? We kunnen gewoon door te ademen doodziek worden. Maar naar mijn schatting, naar onze schatting, worden er jaarlijks evenveel kinderen gestorven door hydrocephalus en spina bifida, dan dat er dit ene jaar nu sterven aan COVID. En als je dan ziet dat heel de wereld stilstaat, dat heel de economie bijspotstert en dat er voor dit probleem eigenlijk geen gehoor is. Omdat het probleem de derde wereldlanden treft, hè, terwijl het virus treft alle landen. Dat is het grote verschil. Hè. Dat is zeker zo. Dat hebben we gezien met AIDS ook. Hè. Van zodra AIDS in de Verenigde Staten de middenklasse en andere mensen ging treffen, werd er zwaar gemobiliseerd om daar iets aan te doen. Als het in Afrika gebleven was, betwijfel ik sterk of daar zo in geïnvesteerd was. Ja, dat is juist. Je kunt er alleen maar aandacht voor vragen en die vergelijkingen blijven maken. Dat is juist. Wat niet wil zeggen dat we voor dat virus niet moeten handelen, natuurlijk. Hè. Dat zou cynisch zijn. Dat is juist, ja. Ja, ik heb de vergelijking zelf gemaakt hier ten lande ook. Hè. Er zijn tegenwoordig 3 doden per dag door COVID. Hè. Ik hoop dat dat cijfer laag blijft, maar er zijn ook nog altijd elke dag 3 doden hier door suïcide. Hè. En daar wordt ook niet veel over gesproken, dus je moet zelf zo ver niet gaan. Hè. Maar goed, kan kunst de wereld redden? Dat is toch de vraag die hier ook weer zich stelt. Hè. En het antwoord is volmondig ja, zeg ik altijd. Maar ook, hè, met het woord daar dat ik gebruik is, kunst ook kan de wereld redden. We moeten allemaal, denk ik, de wereld redden. Het is de plicht van de gewone mens om de wereld te redden. En de kunstenaar doet dat ook op zijn manier, door engagementen, door dingen te tonen, door mensen een spiegel voor te houden, door onbewuste zaken te confronteren. Ik denk dat dat hier ook zo gaat. Maar we mogen natuurlijk het redden van de wereld niet alleen aan de kunstenaars overlaten. Dat zou ook niet serieus zijn. Zo. Maar het is ook. Hè. Dus ik denk dat alle engagementen altijd weer opnieuw nodig zijn om het afglijden van de wereld naar het kwaad altijd weer opnieuw tegen te gaan. Dat is de taak van de mens. Het engagement om te voorkomen dat de zaak kantelt. Ja, en dat is nu ook weer, denk ik, hoor. Er zijn een aantal maatschappelijke evoluties van de voorbije jaren al, die nu met de corona dreigen met een vliegwiel te versnellen. En ik hoop dat we daar iets kunnen tegen doen, maar één van...
dreigementen, dat is de hulp voor de derde wereld die meer en meer in vraag werd gesteld. Waar men van zegt van ja, hè, is dat wel geen water op een eend, is dat wel nodig, hè, enzovoort. Hè. Wel, dit wordt hier, denk ik, versterkt. En dat is een gevaar. Hè. Dus het is goed dat we zelfs in deze tijd voor dit probleem aandacht houden, aandacht vragen. Dat denk ik wel. En ik ben dan van de andere kant ook, als je het op de long run ziet, ook niet pessimistisch over de wereld. Ik denk dat er on the long run wel altijd weer terug vooruitgang is. Dat we beter leven op deze wereld dan 500 jaar geleden. Dat denk ik wel. Maar er zijn af en toe dips die niet te doen waren. Hè? En ik hoop dat we niet in zo'n dip geraken. Ik ben heel erg bezig geweest met al die 3 doden per dag, zegt je. Maar de 3 doden per dag is wel gigantisch. En heel dikwijls, zeker in de piek van mensen die alleen sterven, alleen omgeven zijn door marsmannetjes, geen bezoek, zo sterven, dat is toch van het ergste dat er is. Hè? Dat is waar, ja, dat is waar. Dat vind ik denk ook. Dat sterven, we gaan het allemaal meemaken, dat is een van de zekerheden van het leven. Maar als je dat omringd kunt doen, zeker, als je dat in nabijheid kunt zo doen... Dat is een van de ergste gevolgen geweest van de coronacrisis. Ik hoop dat we daar ook technisch dingen kunnen opvinden. Als je naar de maan kunt vliegen, naar Mars kunt vliegen, zou er dan ook geen doden kunnen nabij zijn. Dat is mijn stelling daar. Kunnen we daar niks op vinden? Dat mensen toch kunnen bij zijn, nabij zijn, aanraken, nog iets zeggen, waarachtig mekaars blik kunnen zien enzovoort. Dat hoop ik, ja. Ik hoop dat er daar nogal wat voortschrijdend inzicht is, dat we daar genuanceerder mee om kunnen gaan. Dat hoop ik zeker, ja. Ja. Ook uitvaarten, het was niet alleen het sterven, maar ook de afscheid. Met 25 mensen die op afstand met een mondmasker daar zo zitten. Dat was in sommige gevallen toch echt wel zeer lastig. We krijgen nogal wat complexe rouw op onze consultatie de volgende maanden en jaren. Zeker, ja. Ja, een van de werken, het was even aangekondigd dat er hier een foto zou zijn, maar ze paste niet in de tentoonstelling. Maar ik heb op vraag van de ouders in Tanzania een soort beeld gemaakt om te kunnen rouwen. Als ouders in het ziekenhuis hun rekeningen niet kunnen betalen en hun kind sterft, dus ze hebben dus heel wat rekeningen opgestapeld en dikwijls sterft het kind omdat het te lang moet wachten in een bed op een operatie. En elke dag in een bed kost geld. Dus als zij hun rekening na de dood van hun kind niet kunnen betalen, krijgen ze het lijkje niet. En hebben ze dus en het rouwen, het lijk, het begraven, de begrafenissen in Afrika zijn grote ontmoetingen. Dat zijn men komt samen voor 3 dagen en 3 dagen rouwt men. En zonder lijk kunnen ze niet rouwen. Dus heb ik dan in Mwanza, dus een prachtige omgeving van rotsen, die daar als stenen in het landschap liggen aan het de plek die we bezocht hebben ook. Samen hebben bezocht, ja, ja. Okay, ja, ja. En dus nu, als een kind het lijk niet wordt vrijgegeven, mogen de ouders een steen kiezen en die daar aan het monument gaan leggen met de naam van hun kind op, om dat rouwen een plaats te geven. Maar hoe hard kan een wereld zijn dat als je rekeningen niet kunt betalen, een rekening die toch uitgemond heeft in de dood van je kind, dat je dan de lijk niet krijgt? Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, ja, maar mijn vrees is dat we hier ook, als we niet opletten, tot zulke toestanden dreigen te komen. Hè? Dat je naar een onmogelijk betaalbare gezondheidszorg gaat, waar mensen uit de boot vallen en dat je zo'n toestanden krijgt. Allee, laten we daar toch maar heel goed nu al op letten, voordat het vliegwiel ons te ver drijft. Zo, hè. Ik ben daar heel bezorgd over, hoor, hoe dat de begroting van de volgende jaren gaat zijn, hè, en hoe kort het geheugen van de burger gaat zijn, die na de witte lakens en het applaus terug naar de orde van de dag moet gaan en naar een consumentistische samenleving die vergeet hoe belangrijk de zorg en ook het onderwijs, zeg ik altijd, de zorg en het onderwijs zijn eigenlijk de stutten van de beschaving. Hè. En dat zie je ook in Afrika. Hè. Zorg en onderwijs, dat stuit uw samenhang. Dat is waar het over gaat. En daarin investeren is cruciaal.
Als je dat vergeet, dan verkruimelt heel de bodem. Hè? Iets wat je eigenlijk nu, maar dat is nogal maatschappijcrisis, wat je in de Verenigde Staten een beetje ziet. Hè? Hoe dat de samenhang kraakt. En dat heeft te maken met een evolutie die al jaren bezig is van het splitsen, een gespleten samenleving, het teloorgaan van het middenveld, van de middenklasse. Hè. Het is erg belangrijk dat we dat hier in Europa kunnen behouden. Denk ik. Enfin, ik denk dat allemaal misschien is het niet helemaal juist, maar ik denk het. Wat is voor u de kunst van het zorgen? Wat is voor u het meest essentiële binnen de zorg? De kunst van het zorgen. Het nabij zijn, denk ik, het nabij zijn. Wat dus heel moeilijk is nu in deze rare tijden. Het nabij zijn, het miteinander zijn, kunnen, zelfs al is het lastig, of gaat het niet, of is het allemaal niet mogelijk, of kan er niks niet meer, daar zijn. I can't go on, I'll go on. Op het einde van Molly Malone en op het einde van Waiting for Godot zegt het personage van Beckett dat. Hè. Het gaat niet meer. En we doen voort. Hè, zoiets. Ik denk dat wat erg belangrijk is voor de geneeskunde ook. Hè, voor de geneeskunde van... Enfin, je geeft het voorbeeld zelf van uw dochter in der tijd. Hè. Als het niet meer gaat, dan moeten we er zijn. Zoiets, hè. Als we zeggen van oei, dat is hier moeilijk, wat moeten we nu? Dan moeten we er zijn. En je zou denken, ja, dat is evident. Wel, dat blijkt niet zo evident in de gezondheidszorg. Onze gezondheidszorg dreigt toch nogal in een soort topdokterachtige toestand te verzeilen, waarin dat fantastische ingrepen, daar wordt ook heel veel in geïnvesteerd. Hè. Hoogtechnologische zorg, zeer duur ook vaak. Hè. Op zichzelf heb ik daar niks op tegen. En als ik zelf iets voor heb, zal ik graag behandeld worden. Maar de chronische patiënt, de mensen die niet wonderlijk te helpen zijn, die dreigen af te glijden en daar dreigt de geneeskunde vergetig mee om te gaan. Daar dreigen we te zeggen van ja, maar kijk, ja, dat gaat niet meer. En uw uitkering die vermindert dan, want ja, dat wordt wel wat te duur. Dus na verloop van tijd vermindert uw uitkering en dat moet je maar zien, dat moet je maar zien. Hè. Dat is heel kwalijk, dat is heel kwalijk. En ook hier is dat een gevaar, ik kan dat niet genoeg benadrukken. Hè. Dat, en dan gaat het in mijn vak over de psychiatrische patiënt, om dat zo te zeggen, de psychisch kwetsbare mens, je kent die mensen ook, hè, die na verloop van tijd dreigen vergeten te worden door de zorg. Dus goede zorg is blijven aanwezig zijn, ook als er geen triomfantelijke resultaten te behalen zijn. Moeilijk voor artsen. Ik heb de indruk dat heel veel artsen gaan lopen als er niet te genezen valt. Oh, ik hoop dat het niet zo erg is, maar soms dreigt het een beetje. Ja, dat is wel waar. Dat in de opleiding geneeskunde ook, ik hoop dat beter, hoor. Maar dat het omgaan met machteloosheid, met dood ook, met het niet kunnen oplossen, het niet kunnen helpen in de zin van genezen, dat een heel zwak punt is in de opleiding geneeskunde. In de psychiatrie noemen we dat herstel. In tegenstelling tot genezing, hè? Namelijk kunnen verder leven met een beperking en met een kwetsbaarheid. Hè? Goed leven met een beperking en een kwetsbaarheid. Hè? Dat is in de opleiding geneeskunde, de nadruk ligt daar niet zeer sterk op. Ik druk mij voorzichtig uit. Laat staan sterven. Hè? Alhoewel dat we moeten eerlijk zijn, de laatste jaren door de palliatieve zorg. En ik denk dat daar veel vooruitgang is gemaakt. Ja. Alhoewel dat raar is dat dan zo een apart vak is. Zo. Palliatieve zorg, dat is een aparte afdeling, een apart vak. Dat zou toch moeten helemaal ingebed zijn in de wereld. Ik denk dat de huisartsen daar wel beter in geëquipeerd zijn. Zo. Maar de hospitaalgeneeskunde, daar is nog werk te doen. Zeker. Ja. Wij zijn ooit van arts veranderd. En dat was een jonge arts. En de enige reden waarom dat we toen veranderd zijn van arts was dat hij niet ging lopen voor onze laatste vraag. Die bleef gewoon staan. Was het dan onze laatste vraag? Hadden we dan wel gesteld en die bleef nog staan. En dan zijn we tot het laatste bij die arts gebleven. Ja. Omdat die nabij was. Die bleef bij. Ook als je het niet weet. Hè. Het niet weten, het durven niet weten, is een heel belangrijke zaak in de zorg. Hè.
En dat is moeilijk voor artsen, maar ook in het algemeen voor onze wereld, die alles wil weten in de zin van begrijpen, rationaliseren, begrijpen en grijpen. En liefst ook, het is fors gezegd, liefst ook kopen. Betalen, kopen, regelen. Hè? En sommige dingen van het leven zijn niet te regelen. Die zijn wat ze zijn. Dat is een hele moeilijke voor de westerse mens. Dat is, we hebben dat ook gezien, in Afrika toch wat anders. Daar het lot, de goddelijkheid ook, is daar nog erg aanwezig. Ik weet niet dat je nog... Ik heb dat toen gevraagd aan... Dat was zo... Een huis met er zaten een aantal vrouwen. Het zijn meestal de vrouwen toch ook... Veel mannen gaan lopen. Die hè? Vraag heb ik ook gesteld. En de mannen gingen inderdaad lopen. Daar stonden wij dan. Hè. Maar heel vaak gaat het toch over ja, de heel klassieke aanwezigheid van een soort goddelijke voorzienigheid, zo, die daar nog erg speelt. En dat doe ik. Ik wil niet pleiten, ik zeg dat altijd in alle... Ik moest een paar dagen geleden nog optreden in een kerkelijke omgeving waar ik dan dit, wat ik nu ga zeggen, voorzichtig moet uitdrukken. Maar eigenlijk is mijn missie voor de wereld niet dat we allemaal terug in de kerk gaan zitten om daar te bidden, maar dat we de traditie van barmhartigheid en de traditie van zorg voor elkaar, zoals dat in onze christelijke traditie toch wel een stuk is meegegeven, dat we dat in een seculiere wereld zouden kunnen verder zetten. Dat is eigenlijk waar ik wil voor pleiten. Hè? Geloof is ook dat is moeilijk, dat is moeilijk blijkbaar. Ofwel worden we weggezet als een onnozele pastoor en men bedoelt dat echt beledigend dan. Hè? Ofwel, ja... Begrijpt men dat niet? Het is een heel moeilijk pleidooi is dat. Geloof is heel verbindend. Hè? Ik hoor u heel dikwijls spreken over verbinden in plaats van juist... Religie, maar ja, het woord zegt dat zelf, religare. Hè? Dus hoe kun je in een seculaire, moderne, hoogtechnologische wereld het niet weten, het noodlottige, verbindend blijven hanteren? Ik was eens bij... aanwezig bij een operatie door professor Waf, een Amerikaanse neurochirurg, die voor ons 7 jaar gewerkt heeft in Oeganda. En als iedereen geschropt en geklaard was, hè, alles, dan deden die allemaal hun handen naar boven en begonnen ze die samen te bidden. Laat ons voor dit kind zorgen. En ik zelf als iemand die toch eerder agnost is, ik kreeg zo tranen in mijn ogen vanwege die verbondenheid. Van laat ons toch even samen denken en laat God ons helpen. Dat het beste gedaan wordt voor die moeder, voor dat kind. Zelfs als ik het nu zeg, ben ik nog ontroerd. Dan ben ik toch wat jaloers op dat geloof. Ja, we moeten een beetje opletten hoe we dat uitdrukken. We moeten ook geen pleidooi. Iedereen heeft daar zijn eigen visie. Wat ik hoop, dat is dat in een seculiere wereld kunnen we zonder formele godsdienststructuren verbonden bestaan. Dat is toch wat. Als dat niet is, dan staan we er niet goed voor. Hè? Dus laten we hopen dat dat... Ik denk ook wel dat dat kan. Ik denk dat dat wel kan. Hè? Een soort humanistisch perspectief dat vanuit allerlei levensvisies toch zorgend kan zijn. Zorg is daarin, om uw vraag van dat straks nog op te nemen, is daarin de essentie. Hè? De essentie van het menselijk zijn, in mijn gedacht, in navolging van wederom Levinas, maar ook Heidegger. Hè? De essentie van het menselijk zijn is het zorgen. Hè? Het kunnen zorgen voor elkaar, dat is de existentie, dat is het wezen zelf. Het zorgend aanwezig kunnen zijn. Dus dat is niet zoiets dat je zegt, dat komt er zo wat bij. We zien dat we kunnen eten en drinken en dan gaan we ook eens zien of we voor iemand kunnen zorgen. Nee, het is eigenlijk, er is eerst de zorg voor de ander en dan pas ben ik. Dus mijn bestaan zelf, mijn zijn, wordt gegeven in antwoord op de zorgvraag van de ander. Die zorg moet dan niet altijd, het moet niet altijd geneeskundige of activistische zorg zijn. Hè. Dat gaat heel vaak over kleine dingen, kunnen voor iemand iets betekenen, kunnen iets doen voor iemand, van betekenis zijn. Dat is de essentie van het zijn. En het moet niet iedereen moet de wereld rondvliegen zoals Pierre. Het is goed dat hij dat doet, maar
we moeten ook zien dat we de lat niet zo hoog leggen dat iedereen zegt van ja, maar ja, zeg. Hè. Het zorgen gaat over kleine dingen, over een oude mens een beetje vooruit helpen, over iemand een hand geven, over een glimlach boven het mondmasker. Kleine dingen. Zorgend zijn is de essentie van het zijn, denk ik. Is dat een mooie afsluiter? Ja. Ik dank u. Kijk.